Een ravage vanmorgen op het Damrak door de escalatie van de Griekse crisis en de angst voor een bankroet van de Grieken. De AEX leverde bij opening meteen 4% in en 20 volle punten gingen eraf. Dorin de Meuzelaar van de DFT-redactie. Je ziet het al op de Amsterdamse beurs vanochtend, ruim 4% eraf. En dat beeld zien we in de rest van Europa ook. Onder andere in Frankrijk, de aandelenmarkt in Londen opent fors lager. En niet alleen aandelenmarkten, maar ook op de obligatiemarkt. Nederlandse en Duitse staatsobligaties worden vaak gezien als een veilige haven. En je ziet dat beleggers daar weer heen vluchten. Dat betekent dat de rente op die obligaties aan het dalen. En tegelijkertijd stijgen de rentes op zuidelijke euro-obligaties. Bijvoorbeeld van Italië, van Portugal, Griekenland. De Griekse rente is tot rond 14% gestegen. Dat is behoorlijk hoog. En ook de volatiliteitsindex, dat is zeg maar een maat die meet hoe zenuwachtig beleggers zijn, is ook behoorlijk aan het stijgen. Dus dat wordt een ontzettend spannende dag.